Oh fuck. Ja, is weer te vroeg. Ik ben te vroeg, ja. Volgens mij gaat hij nu aan. Jammer. Gelukkig nieuwjaar allemaal. Beste wensen natuurlijk voor 2018. Ja, wat raar eigenlijk dat er alweer een heel jaar voorbij is. Maar het is toch echt zo. En ik hoop dat jullie een leuke jaarwisseling hebben gehad. Ik in ieder geval wel. En nou ja, in de vorige video hebben jullie kunnen zien wat de hoogtepunten waren van mijn 2017 met de paarden. En nu wil ik jullie vertellen wat mijn doelen zijn voor 2018. Want de meeste mensen hebben gewoon goede voornemens. Daar doe ik niet aan, want... het trilt een beetje. Daar doe ik niet aan. Want goede voornemens, ja, die kun je breken. En het is natuurlijk ook wel een soort van doel, zo'n voornemen. Maar ik vind het wel prettiger voor mezelf om het gewoon echt doelen te noemen. En Emily loopt wel een beetje rond, dus daar kunnen jullie het getrippel van horen. Nou, in 2018 is het de bedoeling dat Lex en ik gaan verhuizen. Ja, dat is de bedoeling. Ik denk dat het ook wel gaat lukken, maar we moeten natuurlijk wel een huis vinden. En als wij gaan verhuizen, gaan de paardjes ook verhuizen. Dus dan is voor mij de reis veel te lang. Dus ja, verhuizen, dat staat op de planning. Een nieuwe plek dus voor de paarden. En dan nog de doelen voor de paarden zelf. Zo wil ik dat het gewoon de goede kant op gaat, of blijft gaan, want het gaat nu de goede kant op en ja, ik hoop dat het zo blijft gaan. Want ja, hij is natuurlijk al wel een jaartje ongeveer, iets minder lang, aan het sukkelen. En ik hoop dat het nu gewoon klaar is. Dus ja, dat is mijn doel. Zo weer in orde voor 2018. En voor Rolex in 2018 wil ik heel graag de training gaan oppakken. Ik wil officieel gaan starten in de B. En ik wil bitloos rijden met Rolex. En ik wil een keer met de Berbick pad gaan rijden met Rolex. Ja, dat was het eigenlijk denk ik wel een beetje. En verder wil ik gewoon dat hij gewoon zijn spieren weer wat meer opbouwt. En ja, op gewicht blijft, want hij zit nu wel mooi op gewicht. Dus dat wil ik graag zo houden. En ja, dat was denk ik een beetje voor de paarden, Zorro. Dus hetzelfde, dat hij ja, beter wordt. Rolex, hetzelfde. Op gewicht blijven. Training oppakken, wedstrijdjes rijden. En voor beiden natuurlijk een nieuw plekje vinden. Wel samen, ik wil ze wel samen houden, maar omdat wij dus gaan verhuizen. Oké, en dan voor mijzelf nog, want nou, we gaan natuurlijk wel verhuizen, maar dat is niet voor mijzelf een doel. En het doel voor mijzelf is aankomen. Ik wil echt aankomen en dat gaat niet over 2 kilo of zo, dat gaat echt over minstens 10 kilo erbij. Dus, daar heb ik een heel jaar voor. Gaat me niet lukken. Nou, als ik het nu al zeg dat me niet gaat lukken, dan gaat het er nu. Gaat me lukken. Gaat me lukken. Ik kom 10 kilo aan in een jaar. Ja, daar gaan we voor. Dus dat waren mijn doelen voor, of dat zijn mijn doelen voor 2018. Ik ben heel erg benieuwd naar jullie doelen, of misschien hebben jullie wel goede voornemens. Ben ik daar heel erg benieuwd naar. Laat het vooral weten in de reacties. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei! Vond je deze video leuk? Vergeet dan geen duimpje omhoog te doen en je te abonneren op het kanaal. En dan tot de volgende keer. Doei!